Ja, gemeente Neder-Betuwe die presenteert de weersverwachting van zaterdag 19 december. Ik zeg goedemiddag, maar ja, het is eigenlijk al bijna avond. Het is donker en het is bepaald geen winterweer. En ja, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen, ook vandaag niet. En de vraag is zelfs of het volgende week bijzonder winterweer wordt. En deze cartoon die zegt genoeg deze week. Zeer waarschijnlijk komen de weken weer alarm, want misschien valt er wel een sneeuwvlokje. Nou, meer moeten we er ook niet van verwachten, maar daarover uiteraard later meer. Het tekent een beetje de winters in Nederland van de afgelopen tijd. En ook van dit jaar, zeg maar. En wat we eigenlijk een beetje zien is dat, we kijken even naar vandaag. Het is vandaag 19 december. En ik ben even de weerarchieven ingedoken en we moeten terug tot 2016, slechts 4 jaar. En toen voor het 0,2 graden op 19 december. We moeten helemaal verder terug voor echt een koude dag. Dat was 2010. En toen is de temperatuur niet boven het vriespunt gekomen. Toen voor het 3,9 graden als maximum. En 5, 6 graden 's nachts. Dus dat was echt een hele koude dag. En naar de laagste temperatuur, dan moeten we terug naar 1938. En als we dan denken dat het nu warm was, ook toen was het al warm, want in 1932, jawel, toen werd het maar liefst 16,6 graden op 19 december in Maastricht. Dus laten we ook gewoon alles een beetje in perspectief zien. Natuurlijk wordt het gemiddeld warmer, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen warme dagen hebben we altijd al gehad. Wat voor weer wordt het dan nu de komende tijd? Nou, dit is eigenlijk het weerkaartje van de komende nacht. Er is een storm overgetrokken. Nou, dat hebben we geweten. Het regende vanmiddag even. Een lage drukgebiedje al daar. En ook daar een lage drukgebied. Een hoge drukgebied ten zuiden van ons. Dat is een beetje het weerbeeld. De komende nacht koelt het af. Het zal wat bewolkt zijn, maar ook wat opklaringen. Dus het kan afkoelen naar een graadje of 5. En morgen, dan vooral dat er niet al te veel is, ook nog aardig wat zon morgen. En we zien dan eigenlijk ook dat, als we naar dit weerkaartje kijken, weinig storingen liggen. Dus dat betekent ook temperaturen die op gaan lopen weer naar 10, 11 graden. Dat zal de komende tijd trouwens ook zo zijn. Nou, dan gaan we, ik heb een ander soort weerkaart even tevoorschijn getoverd. We zien hier Nederland liggen. En eigenlijk is dit van maandag. Dan zien we een storing over het zuiden van Nederland liggen. Dan kan er ook maandag regen vallen, kan een aantal millimeter gevallen. Storingen die is misschien ook moeilijk te zien, maar hier ligt een lage drukgebied. En de storing die zo ook zo'n beetje onze kant optrekt. Nou, dinsdag dan zien we het lage drukgebied boven Engeland liggen. En dan een volle bak regen. En ook woensdag is een natte dag met het lage drukgebied dat een beetje ten zuiden van Engeland komt te liggen. Nou, dan kan het ook fors gaan waaien. En met een zuid-zuidwestelijke wind en dan temperaturen die nog steeds heel hoog liggen voor de tijd van het jaar. Maar behoorlijk hoog, hè, 10, 11 graden. En wat we dan zien is behoorlijk wat nattigheid en aardig wat wind. Nou, zien we dat ook terug de komende tijd, jazeker. Morgen dus kan eerst afkoelen naar graad 4, 10 graden. Maandag maar liefst 9 mm. Dinsdag lijkt hier droog te verlopen en dan woensdag 9,2. Ik zal het maar eerlijk zeggen, dat kan echt nog wel een beetje wisselen. Het lijkt dus op dat maandag vooral nat verloopt en woensdag met veel neerslag. Hoge temperaturen. 'S nachts kan het dan nog wel wat afkoelen, maar toch behoorlijk hoge temperaturen. En dat zien we hier ook gebeuren. Wanneer wordt het spannend? En dat is eigenlijk vanaf de kerst. Hè? Daar hebben we het al langer over, daarom ook het sneeuwvlokje van zo even. Dan worden het wat spannendere weergegevens. Wat we hier ook zien is dat die grafiek langzaamaan naar beneden zakt. Het wordt weer kouder volgende week. Nou, hoe dan ook, vind ik dat altijd mooier weer in de winter dan het hele warme weer. En een temperatuur die rond kerst zelfs even onder nul kan gaan duiken. Nou, voor wat het waard is, het is nog steeds buiten de betrouwbare termijn. Maar het komt dichterbij. En we zien ook weer wat meer lijnen die onder nul duiken. Het wordt spannend rond de jaarwisseling. In richting de jaarwisseling tussen, eigenlijk tussen kerst en de jaarwisseling. En laten we een beetje hoop houden. Laten we gewoon denken van misschien toch nog een enkel sneeuwvlokje dat gaat vallen. Nou, neerslag. Nou, daar zien we het. Inderdaad, maandag en op woensdag best wel wat regen. En verder, daarna wordt het weer droger. En hier een hele bijzondere piek. Zondag de 27e kan heel veel neerslag gaan vallen. Ja, dat is nog te ver weg. Dus daar hechten we niet al te veel waarde aan. Heb jij nou zitten luisteren? Hebt u nou zitten luisteren? Ja, maar ik heb naar aanleiding van het weerbericht echt wel een vraag.
Stel die gerust, dan proberen we die mee te nemen in een volgend weerpraatje. We proberen ook wat informatie te verstrekken af en toe. Dat is uiteraard ook heel belangrijk om te doen. En ja, verder een heel goed weekend en ook een goede zondag toegewenst.